kinderen zijn hier met de bejaarden zijn ze paashazen aan het schilderen. En dat is naar aanleiding van de Riki Stichting. En de Riki Stichting is eigenlijk een stichting waarbij mensen die eenzaam zijn, dat die bezocht worden. Dat is gewoon waar de bewoners ook naar uitkijken. Van, als de scholieren van de Witte School, die zitten hier op een steenworp afstand van ons. En die komen een paar keer per jaar komen ze toch wel hier voor bepaalde activiteiten. En dat vinden bewoners heel prettig. Hoe vindt u het om met van zulke jonge kinderen om te gaan nu? Heel erg leuk. Heel geweldig. Ja, vind je het leuk om met de oudere mensen om te gaan? Ja, het is best wel leuk. Ik kan ze een beetje leren kennen en zo. Het is wel grappig. We dachten meer dat het een beetje saai zou zijn, maar dat is niet zo. Als je hier rondkijkt, dan zie je zoveel vrolijke gezichten, blije gezichten. Net was er een mevrouw die vertelde aan kinderen dat zij zelf niet kon schrijven. En dat zij als 13-jarige moest gaan werken. Zij kan dat beter vertellen dan dat ik dat uit een boekje vertel. Er worden straks ook dozen worden rondgebracht. En die worden ook door de kinderen thuis rondgebracht. Doen we zo. Dat is het lekkerste.